Welkom Ronald Montijn, welkom bij dit interview van CL Frequency. Wij heten je hartelijk welkom en we zijn blij dat we je eindelijk hier in de studio hebben. Dus heel veel werk was het om je te krijgen, je bent een druk bezette man, maar dat is alleen maar goed, ja. Want je hebt een missie. Zeker. En wij hebben in onze handen gekregen een prachtig boek, genaamd Hemelse Rechtbanken. Misschien even kunnen we het laten zien aan de kijkers. Hemelse Rechtbanken voor beginners. Geschreven door Ronald Montijn. Yes. Ronald, kan je ons een beetje vertellen waar dit boek over gaat? Nou, allereerst ben ik heel blij om hier te zijn. En ik heb er ook inderdaad naar uitgekeken, naar deze ontwikkeling in mijn leven. En ik ben blij dat ik daarmee geholpen word door jullie. En deze hele ontwikkeling van de Hemelse Rechtbank is iets van de laatste jaren. Sinds 2015 is het wat nadrukkelijker in onze gemeente ook op de agenda komen te staan door de conferentie met Robert Henderson. En vorig jaar heb ik zelf een boek geschreven over de Hemelse Rechtbank, waarin ik vooral mijn eigen ervaring gedeeld heb en geprobeerd heb voor het Nederlandse publiek een theologische onderbouwing te geven van het bestaan en het functioneren van de Hemelse Rechtbank. Top. Waarom zouden mensen dit boek moeten lezen? Nou, het is vooral bedoeld voor mensen die tot ontdekking komen dat er in hun leven onrecht is aangedaan. En dingen die, waarvan zij duidelijk in hun emotie of in hun beleving zeggen van ja, maar dit kan gewoon niet. Dit is te veel, gaat er mis in mijn leven. En wat ik met dit boek probeer duidelijk te maken is dat we bij God als rechter de gelegenheid hebben om ons recht te krijgen. De Bijbel spreekt een aantal keer heel duidelijk dat het ons voorrecht is omdat God ons recht verschaft. Daar waar anderen ons onrecht hebben aangedaan. En dit boek probeert een opening te krijgen voor mensen die al jarenlang misschien vastzitten in allerlei problemen, situaties waarin door verschillende instanties of door andere mensen een onrecht is aangedaan. En op die manier kunnen ze een doorbraak krijgen waarmee zij beter in staat zijn dat wat God in hun leven heeft gelegd ook tot voltooiing te brengen. Top. Het boek bestaat uit twee delen. In het eerste deel staat hier geschreven, ik citeer. In het eerste deel, ik lees dus nu aan de achterkant van jouw boek. Ja. In het eerste deel gaat Ronald in op het Bijbels fundament. Prachtig. Van deze rechtbanken en op ons mandaat, vooral dat stuk, om daar te mogen functioneren. Onderwerpen als recht van het verbond, het liefhebben van je vijand en de hemelse rechter voor ons is, komen indringend aan de orde in dit boek. Kan je daar even een klein stukje over vertellen? Ja, wat ik voor het Nederlandse publiek, want ik ben zelf natuurlijk ook door en door Nederlander. En als Nederlanders zijn we graag op de hoogte van de Bijbelse grond van een beweging of een activiteit die God heeft. En heel vaak hoor je de vraag van, waar staat dat in de Bijbel? En op zich is dat een terechte vraag, dat mensen willen weten van, maar is wat ik nu ontdek, wat ik nu hoor, heeft dat ook een grondslag in de Bijbel? En wat ik heb geprobeerd duidelijk te maken in het eerste deel van dit boek is de Bijbels fundament dat er het Koninkrijk van God gebaseerd is op recht en gerechtigheid. En om dat te realiseren heeft God een rechtssysteem ingeroepen. Heel vaak wordt hij aangeroepen als rechter over de aarde. Maar zie je ook dat er dingen als een aanklager, hè, de duivel is onze aanklager, hij klaagt ons 24 uur per dag aan. En de vraag is natuurlijk, waar doet hij dat dan? En waar haalt hij het recht vandaan om dat te doen? Maar bovenal, wat is onze positie dan? Wat zijn we dan, een slachteloos lam of een lam dat ter slachtbank wordt geleid? Of zijn wij iemand die ook een stem hebben in de hemelse rechtbank om daar ons verweer te houden? En daar heb ik geprobeerd in dit boek op Bijbels van principes die daar in de Bijbel zijn, uitleg te geven over een verbond is niets anders dan een juridische overeenkomst tussen partijen waarin ze afspreken iets aan elkaar te geven en iets van de ander te ontvangen en daar voorwaarden aan te verbinden. En als zo'n verbond verbroken wordt, dan heb je dus een legitieme kracht om in de hemel te vragen voor rechtvaardiging. Duidelijk. Ja. Ik heb een vraag. Ik geloof dat God jou gaat gebruiken in vele landen. En dat Jezus overal één is. In mijn beleving in ieder geval. Is cultuur een probleem? Stel dat je naar andere landen zou gaan om te gaan spreken over dit item. Is cultuur dan een probleem hierbij? Nou, cultuur is op zich niet een probleem. Maar is wel de manier waarop je je boodschap overbrengt. Kan van belang zijn. Omdat je wil aansluiten bij de beleving die mensen op dat moment, in de fase waarin zij zijn, of als cultuur van God hebben of van het Koninkrijk van God hebben.
Wat mijn ervaring is, is dat de principes die God in de Bijbel heeft uiteengezet over het functioneren van zijn koninkrijk, universeel zijn. Dat wil zeggen dat in welke cultuur, in welk land je ook actief bent, dat je ervan uit kan gaan dat als je bepaalde dingen op een bepaalde manier doet, dat je dan ontvangt wat God in zijn woord beloofd heeft. Bijvoorbeeld, we kunnen vergeving vragen van onze zonden en de Bijbel zegt dat als we dat oprecht doen, dat God onze zonden kwijtscheldt. Dat is cultuur onafhankelijk. Onze redding en het ontvangen van eeuwig leven is cultuur onafhankelijk. God heeft duidelijk gezegd, wie in zijn zoon gelooft en hem als heer beleidt, die is behouden. Dus er zijn principes in zijn koninkrijk die buiten de cultuur staan. De manier waarop je die principes overbrengt aan andere mensen is gerelateerd aan de cultuur waar ze op dat moment in functioneren. Duidelijk, dus cultuur is geen probleem, ongeacht in welk land je komt. God is overal hetzelfde, zegt ze. Ja, hij is rechter over heel de aarde. Dat is de titel waarmee Abraham aanspreekt als ze samen op weg zijn naar Sodom en Gomorra. Dan roept hij, spreekt hij tegen God eigenlijk als: u bent de rechter over deze aarde, zult u niet recht verschaffen. Top. Ik zie hier ook nog staan aan de achterkant van jouw boek. Ik zal hem even citeren weer wat er staat. In het praktische gedeelte wordt de lezer geholpen bij het voorbereiden van zijn rechtszaak. Het vaststellen van de schuldvraag en het opstellen van het pleidooi. Door middel van de uitgeschreven gebeden is de lezer in staat zijn zaak zelf aan de hemelse rechter voor te leggen. Klopt. Daarnaast wordt uitgelegd wat er met de uitspraak van de rechter moet gebeuren. Wow, dus eigenlijk heb je een handboek, oh, je hebt er ook een werkboek bij. Ja, een werkboek. Oh ja, hier is een werkboek, misschien kunnen we even laten zien aan de... En kan je even een heel kort iets uitleggen over dit werkboek? Nou, dit werkboek, dat is eigenlijk een aanvulling op het hoofdboek. En wat je in dit werkboek kan doen, zoals je hier op deze pagina kan zien, is dat je dingen kan uitschrijven. Heel veel mensen hebben wel een beleving, er is mijn onrecht aangedaan, maar hoe moet ik dat nou bij God indienen? En wat ik alleen maar beoog met zo'n werkboek, is mensen een handvat te geven, dat als ze dit nog nooit gedaan hebben, dat ze gewoon hier doorheen stapsgewijs het proces doorlopen, zoals dat eigenlijk ook in een aardse rechtbank gebeurt. Je kunt niet zomaar naar binnen lopen en zeggen van nou, ik eis genoegdoening. Nee, er zijn regels in een rechtbank. Er zijn een bepaalde protocollen die je volgt. En zo is één protocol dat vastgesteld wordt wie je bent. Voordat de rechtszaal begint moet je eenduidig laten weten wie jij bent en wat jouw mandaat is om daar te mogen spreken. Of wat in juridische termen je jurisprudentie is. Dus dat wordt in dit boek, wordt je daarmee geholpen, zodat je... Ja, niet zo snel fouten zult maken. Het is echt, heel veel mensen zijn toch misschien wat voorzichtig van, ja, kan ik dat allemaal wel doen? Is dat wel iets wat ik moet doen of moet dat voor mij gebeuren? Maar mijn betoog is juist van dat we allemaal zelf als kinderen van God naar God toe mogen gaan. Dat is wat ook in Jesaja 1 staat, dat God ons uitnodigt om naar de hemel te komen, om een rechtszaak te voeren, zodat onze zonden weggewassen worden, of waar ze rood als karmozijn, ze worden wit als sneeuw. Dat is de uitnodiging die God als vader, maar ook als rechter, aan zijn kinderen heeft. Ieder kind kan naar God toe gaan. En wat ik alleen maar betoog met mijn werkboek, is om mensen te helpen, stap voor stap, dat proces te doorlopen, zodat ze in ieder geval een stukje veiligheid ervaren. En als je voldoende ervaring hebt, dan zul je ontdekken, dat je dat een aantal keer gedaan hebt, dat het makkelijker gaat. Dat het zelfs heel kort kan gaan. Dat je ervaart iets, van er gebeurt iets, en je kan eigenlijk meteen, vader, ik kom voor je aangezicht, bam, 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 bam. En dat is waar mensen die meer ervaring hebben, gewoon zelf ontdekken. Van, hé, ik heb nu zoveel dit gedaan, dit is een stuk makkelijker geworden. Top. Dus ja. Echt een aanbeveling, dit boek, dat merk ik nu al. En ik vind het geweldig dat we dit interview hebben mogen doen met jou. Ja. Normaliter doen andere reporters, hè, in het begin dat je gaat voorstellen wie je bent. Ik doe het even anders. Ik wil nog even weten dat als er mensen zijn die geïnteresseerd zijn geraakt in dit boek, ja, waar kunnen ze dan terecht? Nou, de meest eenvoudige manier is om het rechtstreeks op onze website van de uitgeverij te bestellen. www.severin.nl met een M op het einde bij Severin. Wat trouwens voor boeken staat, dus het Hebreeuws woord voor boeken, meervoud. En daar kun je via de website kun je dus de bestellingen doen. Top. En dan gaan we dus bij de afsluiter nu. Zou je een stukje willen delen met de mensen wat jij wilt delen over je geloofsleven, wie je bent en wat je hebt gedaan? Een korte samenvatting van ongeveer, laten we zeggen, ja, 2 minuten denk ik ongeveer. Dat je de mensen even laat weten, en in dit geval mag je ze rechtstreeks aankijken, maar dat je de mensen even laat weten van: dit is Ronald Montijn.
Nou, ik ben Ronald Montijn, ik ben geboren in 1958. Ik heb mijn leven grotendeels bij de marine doorgebracht als marineofficier. En daar heb ik ontzettend veel geleerd, genoten ook van de tijd die ik daar had. Tegelijkertijd heb ik een aantal leidinggevende functies vervuld in diverse gemeentes. Ik ben verantwoordelijk geweest voor het verzorgen van trainingen, het opzetten van trainingen. Ben in een aantal functies als bestuurslid heb ik gefunctioneerd. En het is mijn grootste genoegen om mensen te delen, met mensen te delen wat ik zelf van God ontvangen heb. Het is een enorme passie van mij om de talenten die God in mensen heeft gelegd naar boven te brengen. En maar ook om ze te verbazen met dingen. Van, ik ontdek dingen van God die mij verbazen en ik vind dat zo leuk van, wauw, dit had ik nog nooit zo bekeken. En dat is ook wat ik graag doe, mensen uitdagen in hun geloofsleven, uitdagen in hun wandel met God, dat er altijd meer kan zijn dan ze op dit moment hebben verwacht. Dat is mijn passie, dat is mijn verlangen. Uiteindelijk zodat we met elkaar God kunnen grootmaken door hem te eren, hem te loven. Maar ook om te laten zien van, we komen niet met lege handen voor zijn aangezicht. En te vaak zie ik mensen struikelen en worstelen met de belofte die God in hun leven heeft en ze niet gerealiseerd worden. En dat is waar ik bij wil helpen. En ik denk ook dat dat boek wat ik geschreven heb mensen echt helpt om doorbraken te krijgen, en niet alleen het onrecht wat is aangedaan, maar ook om te zien van, hé, dit blokkeert mij, dit hindert mij. Ik kan bij God terecht als rechter en hij gaat mij recht verschaffen, zoals hij ook de weduwe recht verschaft. Dankjewel Ronald. Graag gedaan. Dat was een fijn interview. Ja. En we hopen je snel weer terug te zien, ja. Vooral als je gaat reizen en je gaat ervaringen opdoen over de hele wereld. Ja. Zien we je graag terug voor een getuigenis en een interview. Mooi. Dankjewel. Graag gedaan.